Goedemorgen. In deze nachtelijke uurtjes. Ik heb een achtergrondmuziekje opgezet. Ik zal hem even uitzetten. Zo. Nee, maar ik moet vanmorgen naar de suikercontrole. Ik heb al jaren geen last, maar ik moet altijd gecontroleerd worden. Ja, ik weet ook wel waarom het is. Het gaat om de ping-ping. Dus vanmorgen geen ontbijt. Dus dat is wel jammer. En ik skip het ook niet, want ik kom nog eens terug om even te ontbijten. En daarna ga ik lekker trainen. Ik heb me voorgenomen om vandaag op de hamsterdingen, op de hamsterband, in plaats van 5 minuten op 10 minuten of op 10%. Nu is proberen op 8 minuten achter elkaar. En dan een pauze ertussen. Dat ik hem op 5% zet. Van ongeveer 10 minuten. En dan weer 10 minuten op de helling. Dus kijk hoeveel calorieën ik dan verbruik. Ik had de laatste keer had ik 5 minuten. 3 minuten en 5 minuten op 10%. En er is allemaal op 5% gelopen. En toen had ik iets van 300 calorieën, die was ik kwijt. 340. Volgens de teller van de Amsterdam. Wat ga ik verder doen? Ik ga vandaag mijn biceps en mijn triceps doen. En mijn kuiten. En dan is morgen alles voor beneden. Ja, en natuurlijk buikspieren. Dus, en waarom ik lach? Dat vertel ik u nog steeds niet. Dat vertel ik u wel als ik op een bepaald gewicht ben. Maar het zakt nog steeds. Dus. Nou. Ik wens u een prettige dag. En ik neem u even mee naar de suikerspecialist. Goedemiddag. We zijn weer aan de lunch. En ik ben weer helemaal kapot getraind. Ik heb 400 calorieën gehaald op de treadbank. Dus ik heb echt 10 minuten op 10% gelopen. En toen een pauze van 5 minuten op 5%. En toen nog eens een keer 5 minuten op 10%. En de rest helemaal op 5%. Dus ik heb het gehaald, die 400. Dus op naar de 4,5. Maar morgen niet. Morgen komt Wim ook niet. Wim zit met de startmotor. En dan gaat hij even geld verdienen bij zijn zwagertje. Oude bekende van mij. Dus. Maar ja. In ieder geval. Ik ben voor vandaag uitgetraind. Ik ga nog wel eventjes lekker fietsen. Want het is mooi weer. Het is zalig weer. Ik moet eerst even een stofzuigertje door mijn huis heen halen en dan ga ik fietsen. Wat heb ik gedaan van de hamsterband? Ik heb gefietst. En ik heb mijn biceps en mijn triceps gedaan. En mijn kuitjes op 100 kilo. Dus, en toen 10 minuten lopen. En toen nog eens 10 minuten sit-up gedaan. Dus is aardig wat voor de donderdag. Dus. Ja. Dus morgen moet ik vroeg thuis wezen. Dus. Ik ga vanmiddag nog even fietsen. Oké. Ik zie wel aan. Oh, ik heb als lunch heb ik drie. Drie volkoren crackertjes met makreel
Dat vind ik wel lekker. Dus. Nou. Bijna vergeten de lunch te laten tonen. Dus. Goedenavond. We zijn weer aangekomen bij het item. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond paksoi. Met in sojasaus en gember. Wat hebben we daarvoor nodig? Natuurlijk. Paksoi. Paksoi hebben we daarvoor nodig. Paksoi. Paksoi. Een limoen. Een limoen. Die raspen we. En we gebruiken het sap. 1 centimeter of 2, 1 centimeter gember, Japanse sojasaus en knoflookolie. Ja, dat kan natuurlijk niet ontbreken bij een gerecht van Robert. Knoflook, dus ik zal het nog één keer herhalen. Knoflookolie, Japanse sojasaus. Een limoen, een rode peper, die snijd je in ringetjes. En we doen er noedels bij en de paksoi. Nou, dat is alles. Het is heel simpel, deze snijdt u in vieren, in de lengte. Eigenlijk staat er Shanghai paksoi, dat zijn die kleintjes, maar die zijn heel slecht te krijgen hier in Nederland. Die snijdt u in vieren. In reep. Nou ja, je kan ze in reepjes doen, maar je kan ze ook gewoon zo doen. De limoen rasp u. Samen met de gember. Die rast. Komt bij elkaar. En die doen we zo meteen in pannen, in de wok. En de olie is om te bakken. Dan heb je ongeveer één eetlepeltje voor nodig. Net als de Japanse soja. Dus. Maar het hele recept staat natuurlijk weer op robertswereld.nl WordPress 2. Daar staat het hele recept weer op. Dus ik ga koken en ik zie je zo meteen. Een goede avond. Nou, we zitten alweer aan tafel. Even de dag doornemen. Ik heb eigenlijk weer met beer is getraind. En hier word ik helemaal gek van. De buurman heeft een nieuwe hamer gekocht, geloof ik. Ze zijn al anderhalve maand aan het verbouwen. Dus het andere klop komt van mijn telefoon. Ik heb weer een netwerk, maar hij blijft tikken. Ik weet niet wat het is. Dus. Maar ik heb me rot getraind. Deze middag heb ik nog even 20 kilometer gefietst. Dus lekker hoor. Weer met het zonnetje. Dat mis ik wel. Het zonnetje. Maar ja. Ik heb even de hoesterij. Wat eet ik vanavond? Nou, dat is. Dat heb ik u laten zien in de keuken. Dat is paksoi. Ik noem het al de spinazie van het oosten. Maar ja, het is een familie van de Chinese kool. Het is meer een koolsoort. Maar het is ontzettend lekker. En heb ik noedels bij. En een stuk kip. Dus mijn bordje is weer gevuld. En, ja. Nogmaals, al mijn recepten die staan op robertswereld.nl /WordPress2. Dus je kan er gerust gaan kijken. Dus daar staat het allemaal op. En wat ga ik vanavond doen? Ik denk dat ik vanavond even lekker lui televisie ga kijken. Wat weet ik nog niet, maar. In ieder geval geen Drive the World Right Door. Of Paul. Want er was gisteren weer zo'n
PvdA, die was ook weer zo'n rover. Maar ja, die mensen graaien. Hè? Misschien een ooit Sinterklaas gevierd en een jaar bij zijn gezinnen. Nou, dus. Maar ik ga vanavond even lekker onderuit en morgen is het alweer vrijdag. En ja, Wim komt morgen niet, dus ik denk dat ik lekker in mijn eentje ga trainen. En dan verbrand ik een hoop calorieën. Ik heb vandaag ook weer aardig wat calorieën verbrand. Dus ik verbrand er altijd meer dan ik weggeet. Dus met daarom word ik ook zo slank. Dus, nou, ik wens jullie een hele prettige avond.